Goedemiddag. Wat leuk om hier te staan. En inderdaad met een aankondiging die erg ingaat op big data. En dan denken jullie misschien, wat zou een bouwer daar nou voor verstandigs over kunnen zeggen? Maar ja, jullie zitten er toch. Het is wel degelijk een onderwerp wat ons bezighoudt. En hoe ons dat bezighoudt, daar wil ik eigenlijk vooral mijn verhaal over laten gaan. Daar ga ik geen college over geven. Want zoals bouwers zijn, wij gaan aan de slag met dingen waar we geïnteresseerd in zijn. Zonder daar misschien heel lang van tevoren enorme studies over te gaan doen. Maar dat het relevant is, is eigenlijk niet zo gek. Jullie weten natuurlijk dat er een paar dingen zijn die maken dat we in de bouw steeds meer opschuiven naar die focus op gebruik. Want we leveren steeds minder bezit op, maar gebruik. Als ik kijk bij Heijmans bijvoorbeeld, 10 jaar ketensamenwerking bij Zo Wonen, waarin we eigenlijk klantbeleving, wonersgenot als doel hebben door te slopen, vernieuwen, nieuwbouw te doen, renovatie ook nog. Als ik kijk naar de A9 die we aan het vernieuwen zijn, gaan we 20 jaar lang onderhouden. Reken maar dat wij dan het belang erbij hebben om te snappen over hoe die weg gebruikt wordt. Of het Summum, het Nationaal Militair Museum, waar we niet alleen beheer en onderhoud voor 25 jaar doen, maar zelfs de exploitatie. Dus wij zelf belang hebben bij of er eigenlijk nog steeds klanten zijn die naar het museum toe willen komen. Nou, allemaal zaken die maken dat wij onze blik steeds meer richten op wat er eigenlijk gebeurt in de gebouwen die wij neerzetten en wat er gebeurt op de infrastructuur die wij aanleggen. De tweede ontwikkeling die net zo belangrijk is, is natuurlijk het toenemende belang van technologie. Want eigenlijk is het ondenkbaar inmiddels dat wij nog dingen op zouden leveren zonder dat er datatechnologie in zit, dat we interactief gebruik kunnen maken van gebouwen en infra. Daar worden we natuurlijk ook mee doodgegooid met smart mobility, met smart buildings, smart homes. Misschien zijn het ook een beetje de buzzwords. Maar dat onderzoek naar wat kun je daar nou mee, dat is absoluut wat hoog op onze agenda staat. En ik zei het al, dan zijn wij geneigd om er maar gewoon mee aan de slag te gaan. En ik wil jullie eigenlijk graag in dit verhaal meenemen door wat ervaringen die wij opdoen. En hoe we daarin een zoektocht doen. Het klinkt misschien wat pretentieus, met een zoektocht naar geluk. Want ik zal jullie met de hand op mijn hart beloven, er is geen vergadering bij ons die gaat over big data. Al onze gesprekken gaan erover over hoe wij het voor onze klanten beter gaan maken. En daarbij is data natuurlijk iets wat we hopen te kunnen gebruiken. Nou, dan is op naar een aantal voorbeelden. En ik ga kijken of ik aan het eind wat inzichten met jullie kan delen, waar wellicht jullie ook weer mee kunnen. Om nou maar eens even heel oppervlakkig te beginnen. Wat kun je nou natuurlijk met informatie die je uit je gebouwen haalt of uit je infra. Dan is natuurlijk hier het plaatje van de Kaagbaan, Schiphol, heel relevant en actueel voor ons. We zijn op dit moment die Kaagbaan aan het vernieuwen. En daar waar je vroeger correctief onderhoud deed, zijn we natuurlijk al lang opgeschoven naar preventief onderhoud. Maar is het ook inmiddels zo dat wij niet meer alleen geïnteresseerd zijn in hoe eigenlijk de staat van het asfalt is. Maar we ook kijken naar wat eigenlijk de bewegingen zijn van die 90.000 vliegtuigen die per jaar opstijgen op de Kaagbaan en de 45.000 die er landen. Want als je ziet hoe die hun baan over de weg, hun weg over de baan zoeken, dan kun je misschien nog wel slimmer omgaan met dat onderhoud. En dat is interessant, want wij zijn verantwoordelijk voor het asset management op Schiphol. Maar om het een slagje spannender te maken, natuurlijk komt die technologie ook steeds meer terug in dat wat we opleveren aan onze klanten. Dus niet alleen meer om onze eigen processen te verbeteren. Hier een voorbeeld van iets wat jullie misschien ook al wel eens eerder van ons gezien hebben. We noemen het de Bike Scout. Hebben we ontwikkeld om eigenlijk verkeersveiligheid te verhogen. Die fietsers van tegenwoordig die gaan steeds harder. Er zijn sommige e-bikes die 45 km per uur kunnen. En als automobilist kun je nogal eens verrast raken als jij zo'n fietser aanziet zeilen. Of misschien zie je hem juist niet. En wat we ontwikkeld hebben is dus eigenlijk een systeem waarin we met sensoren de aankomende fietser met zijn snelheid in beeld kunnen brengen voor de automobilist. En waar lichtjes gaan branden in het wegdek om waarschuwingsgegevens af te geven. Zo was het bedacht. En er was ook interesse in binnenland en buitenland om dit af te nemen. Hartstikke leuk.
Alleen wat nou interessant is, is dat toen die buiscout op een paar plekken lag, we eigenlijk steeds meer ons bewust werden van het feit dat je door dit op te stellen ook enorm veel zicht krijgt op hoeveel fietsers er op welk moment van de dag eigenlijk voorbij komen. En dat dat inzicht wat je daaruit verkrijgt, hè, van hoe zitten eigenlijk die verkeersstromen en wat zijn dan eigenlijk de gevaarlijke momenten op de dag, dat ons dat in een heel ander soort vraagstuk meetrok. En ook ander soort klantbehoeftes hiermee ingevuld konden worden. He, want misschien is bijvoorbeeld de gemeente Enschede niet geïnteresseerd in het hebben van een bikescout. Maar zijn ze geïnteresseerd in af en toe eens even metingen kunnen doen op verschillende plekken in hun stad. Om daaruit inzicht te krijgen wat de gevaarlijke momenten op de dag zijn. En om daaruit met dat inzicht ook nog beter te kunnen gaan sturen op verkeersstromen. En dan zie je dat eigenlijk verkeersveiligheid op een hoger abstractieniveau het onderwerp van gesprek wordt. En wij onszelf de vraag moeten stellen, willen we nou eigenlijk de bikescout verkopen? Of willen we hem onder onze arm af en toe eens even ergens neerleggen en de gegevens verkopen? Of gaan we misschien wel advies geven aan gemeentes over hoe je verkeersveiligheid kunt verhogen, omdat wij inzicht hebben in die verkeersstromen? Nou, wordt al een heel veel interessanter vraagstuk. Levert ook weer meteen de vraag op, wil je dat dan allemaal zelf doen of ga je dat met partners doen? Ik ga jullie nu meenemen naar de woningen, hè, jullie eigen plek misschien ook. Misschien hebben jullie meegekregen dat we, ik denk dat het inmiddels bijna 2 jaar geleden is, dat we als Heijmans besloten hebben om al onze koopwoningen standaard op te leveren met huisdomotica. Is dat nou revolutionair? Wij dachten eigenlijk van niet, want ik zal eerlijk bekennen, alle techniek die we daarmee leveren bestond al 40 jaar. En werd gebruikt in de zorg en werd gebruikt door een aantal enthousiaste huisbezitters die gewoon zelf het leuk vinden om te hobbyen. Er waren niet veel klanten die erom vroegen. Alleen dachten wij, we weten zeker dat het huis van de toekomst veel meer die domotica nodig heeft. Dus wij gaan daarmee willen experimenteren. En dat maakt dat wij dus de eerste stap moeten zetten. We gaan al onze huizen opleveren met een aantal standaard functionaliteiten. En het bijzondere was dat we daar het NOS-journaal mee haalden. Dat heeft ons erg verrast. We zijn gestart door eigenlijk gewoon maar eens te kijken van ja, wat zijn nou de vragen waar je zelf tegenaan loopt. Hè? Dat je eigenlijk met volle handen bij de deur staat en denkt, heb ik nou het licht bovenuit gedaan? Of dat je op vakantie gaat en weer loopt te klooien met die schakelklok om het licht aan te laten gaan 's avonds. Tenminste, zo gaat het bij mij altijd. Of kunnen we nou niet regelen dat als het brandalarm 's avonds afgaat in het donker, dat het licht standaard aanspringt, want wel zo veilig. Nou, allemaal dat soort vraagstukken en eigenlijk zijn we gewoon maar eens begonnen. Nou, inmiddels zijn er honderden van die huizen opgeleverd en wordt het nu interessant omdat we nu informatie krijgen over wat mensen eigenlijk doen met met de spullen die we ze aangeleverd hebben. Hè, dus we hebben daar vooral veel onderzoek naar gedaan. En ik vraag jullie niet om te lezen wat hier staat, maar het gaat me er meer om dat wij in een andere rol terecht zijn gekomen als bouwer. Namelijk, we zijn inmiddels degene geworden die eigenlijk heel graag willen weten van de bewoners van de huizen die we hebben opgeleverd. Hoe gaat het met u in uw huis? Hoe maakt u er gebruik van? Vindt u het prettig dat u de verlichting met 1 druk op de knop uit kunt zetten? Of dat u op afstand zelfs nog dingen kunt bedienen? Of waar maakt u eigenlijk het meest gebruik van? Wat zou u extra interessant vinden? En juist dat gesprek is wat ons ontzettend veel extra inzicht heeft opgeleverd. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat mensen helemaal niet zo actief zijn met de energiemonitoring op al die tablets waarmee ze hun huis kunnen besturen. Maar dat ze wel veiligheid ontzettend interessant vinden. En het ook heel fijn zouden vinden als ze zouden kunnen weten wie er overdag heeft aangebeld bij ze en daar nog wat informatie over zouden kunnen krijgen. Allerlei mogelijkheden die eigenlijk zich ontrollen en waardoor wij ook steeds meer beeld krijgen dat wij vooral flexibiliteit moeten kunnen aanbieden in al die technologie die we aan onze klanten bieden. Dat we misschien wel wat langer met ze mee moeten blijven lopen nadat zij hun huis betrokken hebben om ze iedere keer weer te adviseren over hoe zij hun woongenot kunnen vergroten. Maar in ieder geval is 1 ding duidelijk, we moeten daarbij de hele tijd blijven kijken naar hoe de klant gebruik maakt van zaken. En ik doe een laatste voorbeeld. En jullie gaan hopelijk herkennen dat er wel een rode draad zit door dit verhaal. Dit is het voorbeeld van BeSense. Ook uitgebreid te bekijken op de stand die we hier als Heijmans hebben. BeSense is eigenlijk gestart vanuit een verwondering
hoe het nou toch eigenlijk kan dat er nog steeds in een heleboel kantoorgebouwen zoveel zinloze handelingen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als je de schoonmaker weer zijn routineronde ziet lopen en er toch regelmatig schoongemaakt wordt op plekken die helemaal niet gebruikt zijn. Of dat prullenbakken geleegd moeten worden die niet vol zitten. Toiletten gereinigd worden die nauwelijks gebruikt zijn. Nou, allemaal van dat soort vraagstukken. Waarvan je eigenlijk kunt gaan je afvragen, van zou dat nou niet handiger kunnen? En met die vraag zijn wij op zoek gegaan naar een partner die dat misschien ook een interessante vraag zou vinden. Nou, dat bleek CSU te zijn. En Warempel, CSU vond het ook een leuke vraag en is samen met ons hier eens verder in gaan duiken. En wat we eigenlijk eerst dachten is van we moeten een slimme prullenbak ontwikkelen. We moeten gaan zien of we kunnen meten wanneer die prullenbak vol is. We noemden dat sensor-based cleaning. Maar toen we daarmee gingen experimenteren kwamen we steeds meer erachter dat eigenlijk het nog veel interessanter en relevanter is om te zien hoeveel mensen er eigenlijk door dat gebouw zich bewogen hebben en wie er aan welke of hoeveel werkplekken er bezet zijn geweest. Omdat je door het gebruik van het gebouw nog veel meer interessante andere patronen ook bloot kunt leggen. Je kunt makkelijk afleiden dat als er ergens mensen gewerkt hebben, dat dan het interessant is om schoon te gaan maken. Maar als je die informatie hebt, kun je ook gaan nadenken, zou ik misschien de benutting en de bezetting van het gebouw beter kunnen besturen? Zou ik door CO2 en temperatuurgegevens te combineren, misschien mensen net even de tip kunnen geven die hun vergadering willen beginnen, om in een ruimte te gaan zitten die ook beschikbaar is voor het precieze aantal mensen wat nu een ruimte zoekt en wat ook nog qua klimaat zeg maar de perfecte omstandigheid heeft. Allemaal zaken, ik zal het eerlijk zeggen, die wij van tevoren niet zelf op onze tekentafel hadden bedacht. Maar die interessant werden omdat we de hele tijd de medewerkers en de gebruikers centraal zijn blijven zetten die wij wilden helpen met de dingen die we aan het verzinnen waren. En dat maakt dat inmiddels het eigenlijk gewoon een belangrijk deel van ons werk is om, zoals je hier ziet, in gesprek te gaan met schoonmakers. Jullie zien Thomas, hij zit daar, zie ik. En om echt met de schoonmakers van CSU in gesprek te gaan. Als je nou deze gegevens zou kunnen hebben van het gebruik van dit gebouw, hoe zou jij dan denken dat je je werk op zijn handigst kunt doen? En als je nou deze, ze hebben inmiddels allemaal een tablet met dit soort gebruiksgegevens, benuttings- en bezettingsgegevens van de gebouwen waar ze werken. Wat zou dit nou, wat zou je nog meer willen kunnen als jij dan eigenlijk degene bent die echt verantwoordelijk is voor de prettige werkomgeving voor de mensen die hier verder aan hun bureau zitten te werken. En wat je ziet is dat de schoonmakers daarmee eigenlijk enorm opgewaardeerd worden in hun rol. Zelf het stuur krijgen over hoe zij hun werk het beste kunnen doen. En dat eigenlijk daar waar we vaak een beetje negatief praten over productiviteitsverhoging, ik inmiddels zou zeggen dat het hier eigenlijk gaat over hoe je zinnig werk kunt doen. Hoe je relevant kunt zijn in de taak die jij mag hebben binnen een omgeving en hoe je daarin de juiste dingen op het juiste moment voor jezelf kunt plannen. Nou, dan kun je echt je toegevoegde waarde ervaren. Dus eigenlijk is gebleken toen wij hiermee aan de slag waren dat dat steeds meer de essentie werd van dat hele sensoren- en softwareverhaal wat we aan het opleveren waren. En wat we in het begin alleen maar als sensor-based cleaning aanduiden. Nou, wat zijn nou de lessen die wij als Heijmans hieruit leren? Dan zou ik er een paar willen noemen en die gaan eigenlijk allemaal niet over techniek. Om te beginnen, jullie zien hier een plaatje van Elke. Elke is onze inmiddels, zou ik zeggen, collega bij CSU. En wat we gemerkt hebben is dat het er enorm toe doet als het gaat om het gebruik van informatie over dat je de goede partners aan je haakt. Partners die eigenlijk niet erop uit zijn om een bestelling in te vullen bij jou en een offerte te sturen zo snel mogelijk waarin precies wordt bepaald wat je krijgt voor welk bedrag en hoe de risico's daarin gemanaged worden. Maar echt partners die samen met jou een ontdekkingstocht in willen gaan. Want de essentie is natuurlijk van dat je als je niet meer gericht bent op het gebouw, maar gericht bent op het gebruik van het gebouw, dat je daarmee ook elke dag opnieuw moet gaan kijken naar wat er dan eigenlijk gebeurt. En dat je nieuwsgierig moet blijven. En dat je dus een partner nodig hebt die samen met jou nieuwsgierig wil zijn. En daar ook van overtuigd is
dat je elkaar wat te bieden hebt, zonder dat dat allemaal precies afgekaderd is in het begin. We hebben geleerd dat je dan soms afscheid moet nemen van de partners waar je misschien mee begonnen bent. En dat je andere mensen in de loop van de weg aan je moet verbinden. Omdat je merkt dat je eigenlijk blinde vlekken hebt op een aantal vlakken. En je dus nieuwe kennis nodig hebt. Dus het hele inkoopspel waar wij als bouwers over het algemeen zo bedreven in zijn geraakt in 100 jaar tijd. Is eigenlijk een heel ander spel geworden. En dat betekent ook dat wij inmiddels er heel trots op zijn als we niet een prachtig contract hebben met onze partners, maar als we een samenwerkingsovereenkomst hebben op 1A4'tje. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar er gaat wel veel plezier mee samen en dat is misschien ook wel het geheim van succes. Dus die partners, daar zie ik een enorme verschuiving. Het tweede, de klant. Hier een plaatje van Aegon. De klant die samen met ons is gestapt in de ontwikkeling van dat hele B-Sense. En wat daar nou zo interessant aan is, is dat die klant eigenlijk niet meer een afnemer is, maar een co-producent. En dat is logisch, want de klant doet niet een bestelling van iets wat wij maken en wat hij daarna heeft. Nee, de klant doet een bestelling over iets wat wij kunnen leveren en waarmee we samen inzichten gaan opdoen. Inzichten waarmee de klant beter kan sturen op de voor hem relevante dingen. En dat betekent ook dat wij inmiddels met heel ander soort mensen bij die klant in gesprek zijn dan wat wij vroeger gewend waren. Het gaat dus niet meer over de inkoopafdeling, maar het gaat over de facility manager die zich druk maakt over hoe je eigenlijk mensen gezond houdt. En het gaat over energiegebruik, het gaat over, eigenlijk zijn het de dingen die bij de CIO op zijn bureau liggen, bij de HR-directeur. Dingen die echt de essentie van de eigen business van het bedrijf raken. Voor ons ontzettend interessant en betekent ook dat je eigenlijk altijd aan een tocht begint die je samen gaat doen. In huizen overigens speelt dat natuurlijk iets anders. Want bewoners die een huis kopen bij ons, die willen niet een onderzoekstocht aangaan. Die willen gewoon zeker weten dat iets het doet. En we snappen ook dat we daar dus gewoon een deugdelijk startniveau moeten leveren. Maar wel aan boord moeten blijven bij die klant om samen verder te gaan ontdekken waar die nog meer mee geholpen zou kunnen zijn. En daar misschien modules later in aan te leveren en de klant iedere keer weer verder service te verlenen. Dus die klant die krijgt een andere rol. Nou, naast partners en klanten, dan even de focus op onze eigen medewerkers. Ik doe het plaatje nog maar een keer, omdat ik het zo treffend vind verbeelden dat het werk van ons als bouwers ook zo anders wordt. Het wordt niet meer, wij zijn niet meer gericht op dat wat we moeten maken, maar op dat hoe er gebruik gemaakt wordt van de dingen die wij gemaakt hebben. En dat betekent dat je heel communicatief moet blijven, dat je continu op zoek moet willen blijven gaan, niet te snel in de oplossing moet willen duiken en langer bij die klant aan boord blijft. Dat zie ik op onze bouwplaatsen, dat zie ik bij onze utiliteitswerken eigenlijk overal. En het betekent ook echt dat wij ander soort medewerkers nodig hebben. Medewerkers die kunnen leven met het onderzoek in plaats van de oplossing in het begin. Mensen die dus met die klanten in gesprek blijven en mensen die ontzettend veel met die data kunnen die eruit komt. Want jongens, dat is me ook een vak apart. Eigenlijk weet je nooit wat je zoekt. Maar je moet wel gaan spitten in alles wat je aangereikt krijgt, zodat je weer wat kunt vinden. En dat is iets wat je niet zomaar even doet. Dus andere medewerkers. En dan mijn laatste inzicht wat ik zou willen delen is eigenlijk iets wat de laatste strofe is uit een gedicht wat wij op onze stand hebben geprojecteerd. De essentie die hier genoemd staat is van we zijn inmiddels gericht op geluk opleveren. Ik besef me dat het een groot woord is. Maar voor mij zit de essentie erin van dat wij eigenlijk niet langer onze blik richten op de bouwtekening, maar dat wij onze blik richten op de mensen die zich bewegen in de gebouwen die wij maken. En dat we daarmee dus een totaal andere blik op de werkelijkheid hebben gekregen waar andere dingen zichtbaar in worden. Nou, dat is wat ik jullie mee wilde geven. Ik denk dat ons werk er een stuk leuker van wordt. En dat er nog ontzettend veel te ontdekken is. En dat dat vooral ook iets is waar heel veel partijen samen in aan de slag moeten. Dus laten we weer verder kijken over hoe we dat doen. Dank jullie voor de aandacht.